Waterstof. De energie van en voor onze toekomst. Om klimaatverandering en de opwarming van de aarde tegen te gaan, moeten we veranderen. Als land hebben we een duidelijk doel gesteld. In 2050 willen we wonen, werken en leven in een klimaatneutraal Nederland. Om dit doel te bereiken is energietransitie cruciaal. En daarin kan waterstof een hoofdrol spelen. Waterstof is veelzijdig, milieuvriendelijk en goed te gebruiken als grondstof, brandstof en om elektriciteit te maken. Om onze smartphones op te laden, woningen te verwarmen en auto's en vrachtwagens op te laten rijden. Het is relatief eenvoudig te vervoeren en transporteren, goed in grote hoeveelheden op te slaan en kan geproduceerd worden uit duurzame energie. Maar wat is waterstof nu eigenlijk? Waterstof is het lichtste, kleinste en meest voorkomende molecuul in ons universum. Waterstof wordt al op grote industriële schaal toegepast. Jaarlijks produceren we duizenden tonnen door aardgas te splitsen. Bij dit proces komt CO2 vrij. Daarom noemen we dit grijze waterstof. Blauwe waterstof wordt ook gemaakt met aardgas, maar is al een stuk duurzamer. Hierbij wordt CO2 ondergronds opgeslagen, waardoor schadelijke stoffen niet in de atmosfeer vrijkomen. Het gemeenschappelijke einddoel voor deze energiedrager is groene waterstof. Groene waterstof maken we door water onder stroom te zetten met behulp van wind- en zonne-energie. Dit proces noemen we elektrolyse. Groene waterstof heeft een groot voordeel. We kunnen het opslaan. Zo biedt waterstof een oplossing voor de grootste uitdaging in de duurzame energiesector. Het tegengaan van energieverspilling. Overtollige duurzame energie hoeft niet langer direct verbruikt te worden, maar wordt omgezet in waterstof. We wekken energie op wanneer het waait en wanneer de zon schijnt en gebruiken deze energie wanneer er vraag naar is. Zo maken we optimaal gebruik van deze duurzame energiebronnen en ontlasten we tegelijkertijd ons toch al overvolle elektriciteitsnetwerk. In Holland boven Amsterdam werken we dagelijks aan een duurzame toekomst. Met onze ervaring in het opwekken, verwerken, opslaan en vervoeren van energie als basis hebben we alle kennis en instrumenten in huis om ook op het gebied van groene waterstof uit te groeien tot een voorloper. Binnen Nederland en Europa. De bestaande infrastructuur van gas- en olieleidingen als doorvoerpunt voor groene waterstof, de grootschalige plannen voor meer groene energie in de Noordzee en op het land en de aanwezige kennis, innovatie en specialisatie maken van Holland boven Amsterdam een optimale voedingsbodem voor groene waterstof en een voorloper in duurzaamheid. Zo heeft Holland boven Amsterdam opnieuw de sleutel in handen. Van aardgas naar waterstofgas. Het klimaat van de toekomst.